Hey, goedemorgen mensen, welkom bij een, een nieuwe les. Welkom bij een nieuwe meneer Web Slecht uit. We zijn bezig met uh, de opdrachten over de Armeense genocide en ik kan me voorstellen dat het um, ja, best wel lastige opdrachten uh, zijn of waren. Um, we zullen er uh, nu even naar kijken en dan gaan we uh, direct door ook met uh, wat je vandaag uh, moet doen. Um, de Armeense genocide, uh, ik heb vorige week een context geschetst uh, waarin uh, die. Genocide heeft plaatsgevonden, belangrijk is om uh, te weten hè, dat, je, dat je die stappen van genocide in je achterhoofd houdt, waarom uh, iets hebben, uh, hoe mensen komen tot genocide. Belangrijk is om uh, de context door te hebben, in die zin dat, um, dat je weet van hey, we hebben te maken met een groot Osmaans Rijk, uh, dat Osmaanse Rijk, Ottomaanse Rijk, dat uh, staat om omvallen, en uh, in dat. Midden in die, uh, in die chaos die daar is, um, zijn er jonge nationalisten, jonge Turkse nationalisten, die erop uit zijn een eigen staat op te richten. Uh, in combinatie met uh, ja, nationalisme in die tijd um, en uh, ja, die, die, die sterke gedachte van um, het benadrukken van je eigen etniciteit, je eigen afkomst, um, zie je dat uh, overal in Europa. Um, en met name dus ook in Turkije, dat uh, landen erop uit zijn om, of het idee hebben, dat het uh, heel goed is om ja, een samenleving te creëren waar eigenlijk maar één etniciteit in voorkomt. Uh, het benadrukken van je eigen volk, de, 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 de waarde van je eigen volk, en om, om uh, ja, ervoor te zorgen dat jouw land, jouw, jouw uh, gebied uh, bestaat uit mensen die alleen maar diezelfde etniciteit hebben. Nou, dat is een beetje de context. Uh, vervolgens hebben jullie gekeken naar de ontwikkeling van uh, die armeense genocide en hebben jullie een aantal opdrachten moeten maken. Um, ik ga die opdrachten met jullie doornemen um, en ik wil benadrukken: zorg dat je bijblijft, hè, want uh, op zich uh, bouwt het dossier zich steeds verder op. Dat is ook wat op een gegeven moment uh, beoordeeld wordt. En op het moment dat je dus uh, ervoor kiest om niet uh, Wekelijks gewoon je opdrachten te maken, dan zul je zien dat je in juni als uh, school, de scholen weer open zijn um, en je weer um, naar school gaat, dan zul je zien dat je ja, toch best wel veel werk moet doen, ook voor andere uh, vakken, en dan uh, stapelt het zich op een uh, vervelende manier op. Goed, opdracht 1, lees onderstaand citaat. Het feit dat een Turks historicus met toegang tot de Osmaanse uh, archieven dit boek geschreven heeft, is van onschatbare significantie. Significantie betekent hè, dat het heel belangrijk is. Nou, waarom zou Waterbury de nationaliteit van de schrijver zo benadrukken? Omdat het gaat om een klassieke tegenstelling: eh, Turken-Armenen. En dat juist een Turks historicus eh, ervoor kiest om over deze Armeense genocide te schrijven, eh, dat, zegt voor hem, eh, dat is voor hem heel belangrijk. Um, want dat geeft aan dat deze Turkse man zijn eigen. Uh, nationale roots aan de kant wil schuiven... om um, over een onderwerp te schrijven... dat, ja, dat, dat toch heel gevoelig ligt in zijn eigen land. Um, maakt de nationaliteit van de historicus uit... wanneer het gaat om schrijven van geschiedenisboeken? Nou, je zou willen van niet. Uh, um, je zou willen dat geschiedenis onpartijdig is. Dat uh, mensen die uh, bijdragen geschiedenis... Uh, zichzelf los kunnen maken van... Um, van politieke voorkeuren, van... Uh, etnische voorkeuren, uh, nationale voorkeuren. Um, maar dat is, uh, dat is heel lastig. Je neemt jezelf altijd mee. Bron 2, of opdracht 2, lees bron 1. Um, waarom zouden de Turken ervoor gekozen hebben om juist de notabelen als eerste op te pakken? Nou, dan moet je natuurlijk eerst weten wat de notabelen zijn. Dat, zijn, um, ja, dat, zijn de, uh, dat, dat is vaak de, de, de toplaag van uh, een samenleving: uh, rijke mensen, hoogopgeleide mensen. Uh, en uh, ja, waarom die? Omdat dit uh, mensen zijn die um, historisch gezien ook uh, bewegingen leiden, opstanden leiden, um, die moeilijker te beïnvloeden zijn um, en daarom het, het grootste probleem kunnen vormen. Nou, stel je wilt onderzoek doen naar de Armeense genocide. Um, geef aan waarom de bron bruikbaar is... maar tegelijkertijd ook waarom die minder bruikbaar zou kunnen zijn. Nou. Um, het is een ooggetuigenverslag En uh, dat betekent eigenlijk twee dingen. Eén, de persoon in kwestie was erbij. Uh, dat maakt uh, de kans dat iemand betrouwbaar is groter. Hè? Want uh, hij reageert aan eerste hand. Hij was erbij. Hij weet wat er gebeurd is. Hij heeft het met zijn eigen ogen gezien. Tegelijkertijd uh, maakt dat het ook... Uh, ja, moet je voorzichtig zijn... Met dat soort bronnen, omdat het uh, daar gaat om iemand die uh, misschien heel moeilijk afstand kan nemen van wat er gebeurt. Dus geen onderscheid kan maken tussen uh, uh, motieven van mensen. Uh, uh, ja, en zijn oordeel zou dus heel goed uh, ja, vertroebeld kunnen zijn uh, door, wat hij, uh, wat hij heeft, uh, door wat hij heeft gezien en doordat hij emotioneel betrokken is. Opdracht 3. Een van de problemen in bewijsvoering uh, is uh, die als het gaat om de intentie van massamoord. Uh, dus um, hoe moet je bewijzen dat het de bedoeling was om mensen te vermoorden? Nou, dat is, dat is heel lastig. Um, en vooral wordt dan gezocht naar een moment waarop de massamoord werd ingezet. Nou, bron 2 en 3 moet je lezen. Uh, waarom leidt uh, volgens Tana Acham uh, de zoektocht naar het echte beginpunt van genocide alleen maar af? Ehm... Um, omdat hij zegt, in zijn bron, op het moment dat je echt gaat zoeken naar een, uh, een uh, go-moment. Een moment waarop het zou zijn gebeurd. Um, dan uh, zit je te denken in een, in een, uh, in een uh, lineair proces. Waarbij je, je hebt een punt A, daar beginnen we. Uh, en dan gaan we naar punt B, en punt C, en punt D, enzovoort, enzovoort. En het, uh, je doet dan net alsof het... een um, Alsof het... Ja, een niet te keren proces is. Uh, uh, zoals je begint met autorijden. Je draait een sleutel om, je laat de koppeling opkomen, en, en, en daar ga je tenminste. Als je geen elektrische auto hebt. Um, dus als je alleen maar gaat focussen op het moment van ja, hier gaat het gebeuren, dan kun je wel eens afgeleid zijn van wat er eigenlijk gebeurd is. Nou, en Rafa Lemkin die uh, zegt in zijn bron heel duidelijk. Um, uh, betekent niet per se de directe vernietiging van de natie, uh, behalve wanneer het gebeurt door een massale slachting van alle leden, het gaat meer om een gecoördineerd plan met meerdere acties met als bedoeling. Dus uh, hij ziet wel heel duidelijk, het is, het, 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 het is een actie met, met een bedoeling, er is een doel, terwijl uh, uh, Archam heel duidelijk zegt van ja, uh, het, het leidt tot denkingstap van A tot onvermijdelijk uh, waar stap A onvermijdelijk leidt tot stap Z. Um, het is vooral een misinterpretatie van de politieke ontwikkeling met achterafkennis. De vervolging van de Joden aan het begin van Hitler's regime betekent niet dat het Auschwitz-scenario al geschreven is. Um, om deze reden is het beter om in termen van een proces te denken, dan van een traject. Dit voorkomt determinisme en impliceert dat er onderweg verandering mogelijk is. Hij zegt dus, Adjam die zegt van ja, als je, als je gaat zeggen van nee hey, zodra Hitler aan de macht komt en het, en het discrimineren van Joden begint. En je bent zo bezig met het zoeken naar een begin, dan, dan zeg je eigenlijk: Oké, okay, toen was al duidelijk dat Auschwitz het doel was. Um, en hij zegt: Nee, dat moet je niet doen, want dat, dat is met kennis van achteraf. Hè? Dat is een koe in de kont kijken, dan kun je, dat, dat is heel makkelijk. Anders zou je ook kunnen zeggen: er is geen wijziging mogelijk. Terwijl uh, Lemkin heel duidelijk zegt: um, genocide is. Heeft een doel. Het is gecoördineerd. En heeft dus wel die stappen. Dus deze mannen zullen het niet met elkaar eens zijn geweest. als het gaat om. hoe. Um, ja. wat een genocide nou eigenlijk is. Nou, de laatste opdracht. Uh, opdracht 4. Bekijk afbeelding 1 en lees de tekst onder het kopje. Ontkenning en erkenning. Um, ja. Genocide. de term genocide. bestaat inderdaad. bestond nog niet in de, in de tijd van. Um, uh, Daarmee is genocide. Um, en wettechnisch gebe gebeurt er iets heel geks. Um, je kunt pas vervolgd worden voor iets dat in een straf strafboek staat. Hè. Bijvoorbeeld, toen de eerste mobiele telefoons uitkwamen. Um, en ik zat in de auto te bellen met mijn mobiele telefoon. dan kon ik daarvoor niet een boete krijgen. Ook niet nu we nu weten hoe gevaarlijk dat is en, en nu het wel strafbaar is. Um, en ik kan ook niet achteraf nog eens vervolgd worden voor iets, uh, omdat het op dat moment, um, ja, bestond het nog niet als, als overtreding. Um, en dat is eigenlijk wat uh, die tekenaar ook zegt. Hé hey jongens, uh, don't worry, the word genocide doesn't exist yet. Van hé, hey, um, wat wij aan het doen zijn, dat bestaat eigenlijk nog niet. Dus dat is, daar hoef je niet bang voor te zijn. En... Um, uh, ja, wat hij eigenlijk daarmee wil zeggen is van, uh, uh, dat de Turkse overheid uh, ja, het eigenlijk een beetje onder het tapijt probeert te schuiven. Van jongens, uh, ja, wat genocide uh, later is geworden, ja, dat, hebben wij, dat hebben wij eigenlijk nooit gedaan. Het gaat dus heel duidelijk om het ontkennen van uh, wat er gebeurd is, en dat ga je doen. Door wat we noemen semantiek, oftewel het, de, 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 de leer van het woorden uitleggen. Dus je zegt van ja, wij hebben niks gedaan, want dat bestond nog helemaal niet. Goed, dat waren de opdrachten die je moest maken, die je in je dossier opneemt. De volgende opdrachten die je moet maken zijn opdracht 5 tot en met 10. En die, gaan, die sluiten ook aan bij 1.3. Een van de fasen, of de laatste fasen van, uh, uh, die onderscheiden werden als het gaat om, uh, Holocaust, of om uh, genocide, is ontkenning. En um, eigenlijk bij geen uh, van de genocides die centraal staan in deze lessenreeks, is ontkenning zo'n sterk punt als bij de Armeense genocide. Um, in 1.3 ga je lezen over hoe de Turkse staat na de Eerste Wereldoorlog uiteindelijk realiteit wordt. En dat de Turken daadwerkelijk een eigen grondgebied krijgen. Um, en waarbij de overheid vanaf moment 1 kiest om te gaan voor de route van ontkennen. Um, door te wijzen naar wat er gebeurd is als naar een burgeroorlog te zijn. Uh, er waren spanningen um, veroorzaakt door Ameense nationalisten. En die spanningen die leiden tot een conflict. En aan beide kanten zijn slachtoffers gevallen. Aan beide kanten zijn, beide kanten zijn uh, goede mensen en slechte mensen. Um, er is niet iets als een Armeense genocide. Um, de Turken hebben zeker niet bijgedragen aan, aan de, moord, de doelbewuste moord van een, van een bevolkingsgroep. Dit is een conflict dat bij, aan beide kanten um, ellende heeft. Ehm... Um, en deze lijn is nog steeds de lijn van Turkije. Uh, dus al uh, 90 jaar, uh, bijna 100 jaar, um, wordt de Armeense genocide door de Turkse overheid ontkend. Um, en, dat, en dat heeft verstrekkende ver uh, gevolgen. Um, het zorgt namelijk voor dat de uh, geschiedenisboeken hè, rappen hier niet over Dus hele generaties uh, Turkse mensen groeien op met. Uh, het besef, er is niks aan de hand. En op het moment dat jij uh, alleen maar krijgt te horen, er is niks gebeurd, er is niks gebeurd, er is niks gebeurd. En Armeense mensen krijgen altijd te horen, ja er is wel wat gebeurd, er is wel wat gebeurd. Want dat zit, hey, je, hebt, uh, je hebt dat clipje gekeken, je ziet hoe diep die pijn en die woede en dat verdriet nog zit. Um, dan krijg je dus mensen die eigenlijk opgroeien in, in twee uh, parallele universums. Uh, aan de ene kant heb je mensen die naar de geschiedenis kijken en zeggen er is niks aan de hand. En aan de andere kant heb je mensen die uh, naar de geschiedenis kijken en, en hun, hun grootste angst zien, hun grootste uh, uh, pijn zien. En als de waarheid ontkend wordt, als jij, stel je, je vertelt thuis dat er iets ergs gebeurd is en, en mensen geloven je gewoon niet. Dan, dan kwetst dat je. Um, en het maakt verzoening ook uh, verrotte lastig. Hoe kun je hoe kun je je verzoenen met mensen die niet in jou geloven? En aan de andere kant, uh, omdat de overheid in Turkije die lijn heeft gekozen, is het voor jonge Turkse mensen, ja, je, je zult maar horen uh, van 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 een armeniër van, hey, jouw volk, jouw mensen zijn verantwoordelijk voor de dood van 800.000 tot anderhalf miljoen mensen. Um, en als in jouw ogen daar geen enkel bewijs voor is, dan is dat natuurlijk een enorm zware beschuldiging. En dit zorgt voor verdere verwijdering. En dit maakt een genocide die ontkend wordt, uh, maakt ook zo ongelooflijk pijnlijk. En het heeft ook uh, ja, vergaande consequenties als het gaat om politiek gebied. Uh, uh, andere landen durven uh, niet allemaal zo stellig te zeggen: de ja, Armeense genocide heeft wel plaatsgevonden. Waarom? Omdat Turkije een belangrijk. Uh, economische, uh, ja, economisch land is uh, uh, Turkije. Heeft, heeft in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt, is daarmee een heel belangrijke handelspartner voor heel veel landen. Um, Turkije uh, heeft eigenlijk de sleutel in handen als het gaat om uh, ja, een heel groot uh, vluchtelingenprobleem in, uh, met Syrische vluchtelingen. Uh, ruim 3 miljoen Syrische vluchtelingen die in Turkije uh, leven. Um, en dus Turkije heeft ook drukmiddelen om mensen, te, uh, om ervoor te zorgen dat landen uh, de lijn blijven volgen die Turkije wil. Um, en dat maakt het internationaal gezien ook heel lastig om uh, deze Armeense genocide te erkennen. Um, Nederland is gelukkig een van de landen die wel uh, um, erkent dat er een Armeense genocide is geweest, en het is te hopen dat meer landen zullen volgen. Um, je gaat nu al aan het werk, dus met, uh, met de, verdere opdracht. Ik hoop dat het lukt. Uh, mochten er vragen zijn, uh, kijk anders even bij het bericht van vorige week. Je kunt me uh, appjes sturen. Je kunt me magistenberichten sturen. Uh, en op die manier hoop ik dat het, uh, dat het gaat werken. Succes. En uh, wie weet tot volgende week op school. Hey. Hoi.